Goedemiddag. Goedemiddag. Goed gegaan de tocht? Uitstekend. Hartstikke mooi. Welkom in Ballenbrug. Christa, de Afrika-loop die is van start gegaan afgelopen zaterdag in Hogeveen. En jullie hebben er nu al 5 dagen op zitten. En vandaag is de 6e dag. En jullie komen nou zo'n beetje aan hier in Ballenbrug. Maar leg eens uit, wat is precies de Afrika-loop? Nou, de Afrika-loop is een wandeling in de vorm van Afrika. En die duurt 7 dagen lang. Wandelaars uit heel Nederland komen en wandelen mee. Mensen uit de omgeving komen ook. En die mogen ook kiezen, willen ze een dag meelopen of 2 of 3 of de hele week. Alles is mogelijk. We hebben ook 3 afstanden, 15 kilometer, 25 of 35. Dus is voor iedereen wat. De Afrika-loop, als je meedoet, dan word je gesponsord? Of dan moet je zelf zorgen voor een sponsor? Nou, dat vinden wij natuurlijk heel fijn. Omdat wij dan gewoon nog meer geld hebben om iets in Afrika te kunnen doen. Alle wandelaars leggen wel een inschrijfbedrag in. Sponsorgeld is natuurlijk heel erg welkom, maar het hoeft niet. Als zij gewoon komen met een inschrijfbedrag, is dat voldoende. Maar de Afrika-loop, dat wordt georganiseerd door de Andreas Manna Stichting. Ja, dat klopt. Dat is de Hogeveense Stichting die 21 jaar geleden begonnen is. En wij helpen ondertussen wezen, straatkinderen en in de 3 landen in Afrika. In Kenia, daar is het begonnen. Daarna in Ghana en nu sinds een paar jaar in Oeganda. Ik zag dat de teller al op meer dan 9000 euro stond, hè? Ja, zeker. Maar in die week gebeurt er heel veel. Dus we laten hem eerst gewoon op 9000. En dan, het is wel leuk dat er echt gewoon een verrassing is morgenmiddag. Ja, maar morgenmiddag komen jullie in Hogeveen aan. En zoals ik begrijp, starten jullie dus morgen vroeg om tussen 8:30 en 9:30, zeg maar, hier uit Ballenbrug. Dat klopt, ja. 8:30. De meesten willen gewoon vroeg, mooi op tijd weg. Tot uiterlijk 8:15 is iedereen welkom om gewoon spontaan aan te komen. En als je spontaan aankomt naar de wandeltocht in Hogeveen, kunnen wij ook een lift terugbieden naar Balkbrug. Waar wandelaars terug hun auto kunnen pakken en naar huis kunnen gaan. Van alles is mogelijk. Nou, dan feliciteer ik jullie met het 10-jarig jubileum, want jullie doen het van het jaar voor de 10e keer. Klopt, voor de 10e keer. Ja, en het is leuk om in Balbrug hier te zijn. En gaan straks met alle wandelaars genieten van het pannenkoekenbuffet. Dus echt een jubileum. Leuk. Dankjewel voor het gesprek. En morgen nog een hele fijne dag. En een goede start hier vanuit Ballenbrug. Ja, heel erg bedankt.